Ik wist wanneer ik mocht starten, ongeveer een vijftal uurtjes voor de wedstrijd. Toen we in het hotel aankwamen, hadden we meteen een meeting. De eerste slide was eigenlijk het basisteam. En toen ik mijn naam zag verschijnen, was ik echt heel blij. Ik had niet zoveel stress. Ik ben een persoon die niet zoveel stress heeft voor wedstrijden of voor dergelijke dingen. Ik heb even in het begin met Vincent 1-2-1 gesproken. Daarin heeft hij mij gezegd dat hij vertrouwen in mij had, dat ik gewoon moest spelen hoe ik altijd zou spelen. Ik heb van Wesley voor de match nog een berichtje gekregen ook, waarin hij zegt dat ik mijn eigen moest zijn. Dat gaf mij ook wel vertrouwen om dat van zo iemand te horen. Ook de fans die voor 200% achter het team stonden, zoals altijd, vond ik echt wauw. Ja, inderdaad, een klein foutje misschien bij de goal, waar ik het misschien gewoon anders had kunnen oplossen. Ik denk dat het dan gewoon de kunst is om die klik te maken in je hoofd. En ik denk dat mij dat wel goed gelukt is. Nu moet ik gewoon blijven verder werken, op training, alles geven. En dan gaan de kansen nog komen en die ga ik vooral op 100% proberen te grijpen.